Ik heb nog nooit een vlog zo moeilijk gevonden als deze. Nummer 11. Leuk dat je kijkt trouwens. Maar het wilde dus niet lukken met mijn voorbereidingen. Een deadline voor de opname kwam dichter en dichterbij en uiteindelijk ben ik op de racefiets gestapt in een poging om even los te komen. De laatste vlogs heb je me argumenten horen gebruiken die uitdagen om te geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Het heeft je misschien aan het denken gezet, maar ik zie ook dat er mensen zijn die er geen energie aan besteden. Geloven is geen optie meer. Het verbaast me wel. En moet ik er dan nog meer argumenten tegen aangooien? Tegelijkertijd voelt het best vreemd om hiermee bezig te zijn. Er gebeurt zoveel om ons heen. Ik betrapte me erop dat ik de situatie van nu al een soort normaal was gaan vinden. Maar dat is het niet. Misschien heb jij iemand verloren door het coronavirus en ben je hartstikke verdrietig. Misschien staat je baan op de tocht, moet je gaan omscholen. En dan borrelt het verder in mijn gedachten. Raken we met elkaar in een economische recessie? Wat zullen de gevolgen zijn van de klimaatcrisis? En dan is er vooral dat ene beeld dat ik maar niet van me kan afzetten. Die politieagent met zijn knie op de nek van George Floyd. Racisme is springlevend in Amerika. En laten we niet doen alsof dat hier niet het geval zou zijn. Ik trek veel met statushouders op en hun ervaringen maken me verdrietig. Taco, mijn buren willen niet met me praten. Als ik dit zeg, word je er niet vrolijker op. So be it. Soms is er vooral een tijd om boos te zijn en verdrietig te zijn. Hoe doe jij dat? Je hebt me al horen zeggen dat ik graag mijn racefiets opstap. Even alles loslaten, even mijn verstand op nul, gewoon knallen en genieten van de prachtige natuur waar ik doorheen fiets. Dat brengt me bij het lied Fields of Gold van Sting. Walk as the sun goes down among the fields.
west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walk in fields of gold. When we walk in fields of gold. Prachtig beeld. De wind die speelt met het graan, nauwelijks te grijpen, maar je ziet het gebeuren. Het creëert beweging. En in dat beeld herken ik iets van de manier waarop God aan het werk is in deze wereld. Dat zijn voor mij redenen om te geloven. Ik ga je 3 windvlagen schetsen waarin ik dit zie gebeuren. 1. De kerk ontstond in de eerste eeuw, een periode waarin veel mensen als tweede rangs werden neergezet. Wegwerpartikel. In die context spreekt de Bijbel revolutionair genoeg over gelijkwaardigheid. Over mensen die stuk voor stuk waardevol zijn. Ieder leven is kostbaar. Dit uitgangspunt heeft onze westerse maatschappij gevormd. Het is zogezegd de vissenkom waarin we zwemmen. En deze boodschap is dus nog steeds hard nodig. Geen racisme. En het is natuurlijk een aanfluiting dat de kerk zichzelf later schuldig heeft gemaakt aan racisme. 2. In de afgelopen week was ik op Zoom in gesprek met een aantal cursisten van de Alpha Online. De vraag stond centraal waarom het kruis het symbool van het christelijk geloof was geworden. Het antwoord had alles te maken met liefde en vergeving. En dat bracht het gesprek op de constatering dat het lastig kan zijn om anderen te vergeven. Het was goed om daarop door te praten. Het vergeven is gezond. Voor een ander en voor jezelf. Loslaten. En om nog verder te gaan. De God waarin ik geloof is radicaal op het gebied van vergeving. Je mag altijd opnieuw beginnen. Soms best moeilijk om te geloven. 3. Ik loop soms vast als ik zie wat mensen allemaal meemaken. Ik sta met een mond vol tanden. Maar ik vind het ook zo opvallend om mensen te horen zeggen dat ze ervaren dat God dichtbij is. Hun verdriet is zijn verdriet. En ik snap het best als je daar niets mee kunt en vooral de vraag stelt hoe het dan toch zit met al dat lijden als God een God van liefde is. De volgende keer zal ik daar meer over zeggen. Nu zeg ik alvast dat het mooi is om te zien dat mensen elkaar helpen. En ik geloof dat we op de bodem van de put nooit alleen zullen staan. God is er dan ook. Het heeft mijn leven veranderd. Een volgende keer meer. Voor nu, deze 3 windvlagen helpen mij om te geloven dat God bestaat. Hij beweegt in deze wereld. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Misschien kom ik wel in je allergie. Laat het vooral horen. En denk hier eens over na. Welke wind waait er in jouw leven? Of blijf je liever achter dat windscherm hangen? Dat kan. En kijk er niet van op dat je dan weinig van God zult merken. Zie je in vlog 12.